gezonde pancakes maken. Jij zou leuk op de kermis kunnen werken. Ja. Nee, dat is echt heel goor. Yes, 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 waar zijn we weer met een gezond baksel. Met maar 6 ingrediënten. Vertel, wat gaan we bakken vandaag? Het is zo origineel. Yes, yes, yes. We gaan gezonde pancakes maken op basis van havermout met chocolate chips. Even serieus, hoe lekker is dat? Nou, heel lekker denk ik. We gaan het meemaken. Op Six Love Food hebben we al gezondere brownie pancakes. Die zijn ook op basis van havermout. Er zit dus ook cacao in en chocola in. Vandaag zijn ze dus wit en gaan er stukjes chocola in. 6 ingrediënten. Jij hebt nodig havermout, honing, bananen, eieren, pure chocolade en bakpoeder. Er gaat ook nog een snufje zout bij en natuurlijk olie om in te bakken. Maar dat tellen we niet mee, dat weet je niet. Nou, dan hebben we de keukenmachine nodig. Als jij dit nou eens even pakt, dat kan ik heel goed. Goed zo. En als je nou benieuwd bent naar het volledige recept, die staat dus ook nog even uitgeschreven in de beschrijving van YouTube. Throw it in. Throw it in. En we krijgen ongetwijfeld de vraag, kun je dit ook maken zonder keukenmachine? Ja, dat kan. Dan moet je gewoon meel kopen, dat je dus niet meer hoeft te malen. En dan doe je al die andere ingrediënten samen in een kom en zet je je staafmixer erin. Ja, ja, maar dan moet je dus wel een staafmixer hebben. Ja. Want je kan dit eventueel dan ook met een vork prikken. Ja. Kan dat ook? Ja, je kunt het inderdaad ook met een vork doen. Daar heb je eigenlijk wel gelijk in. Je hebt niet eens een staafmixer nodig. Een beetje zout, banaantjes, eieren. Honey. Honey? Honey. En last but not least dus de bakpoeder, want we willen wel fluffy ones. Het bakpoeder. Oh, sorry. Tiran. Taaltiran-masme. Oké, dan gaat die aan en dan moeten we deze even in chips hakken. Zo, nou de chips ook klaar zie ik. Ja, ik het ruikt goddelijk. Deze er doorheen? Ik vind het goddelijk. Ja, doe maar. Dan hebben we even een spatel nodig. Ja. Kijk, daar gaat ze hoor. Wauwie, wauwie, wauwie. En nog een keer. Daar gaat hij. Jij zou leuk op de kermis kunnen werken. Ja, dat denk ik ook. Oeh, ja, mooi. Ja. Flipper Queen in the house. Ik ben trots op je. Jij zou heel goed rapper kunnen zijn. Ook omdat je de moves hebt. Niet alleen de raps, maar ook de moves. Ja, dat is wel goed hoor. Even wachten tot ze raar zijn. Nina heeft op blokfluiten gezeten, op steldansen, op dwarsfluiten, op tennis. Saxofoon. En op rappen. Zo veelzijdig iemand, daar hou ik van haar. Ja. Kom er nog even bij, schat. De meest perfect pannenkoeken. Het ruikt hier weer zo lekker. Nu nog proeven. Een honingdrizzel. Het is weer zover. Het ziet er heel goor uit. Het ruikt ook heel goor. Niet maken het, ho. Nooit doen. Je komt met banaan chocola, is gewoon echt. Ik zou hier zo happy van worden in de ochtend. Ik ook. En ik zou wel, ik vind het echt ook wel het lekkerst als het gewoon warm is. Ja. Die chocola hier, die gaat er nog zo even overheen smelten. Met de honingdrizzle. Nee, het is echt heel goor. Ik vind 4 pannenkoekjes niet eens dus te veel voor 1 persoon. Het is gewoon een goed stevig ontbijt. Ik zou dit torentje in mijn eentje op kunnen. Ja, jij geeft borstvoeding. Ik zou dit namelijk niet in mijn eentje op kunnen. Grapje! Goeie grap. Ik ben de leukste thuis. Nou, maken. Voordat je gaat maken ga je even abonneren. Ja. Op ons kanaal. Dan krijg je altijd een melding als er een nieuwe video komt. Dat is 3 keer per week. En zaterdag weer kijken. Nieuwe video. Doei! Later!